Het Grafisch Lyceum Rotterdam staat ook wel bekend als heel erg veel printen. Want je moet natuurlijk tekeningen maken, maar wat wij moeten doen is natuurlijk ook heel veel teksten schrijven. Maar ja, dat printen, dat kan niet zomaar. Je moet wel het zeetjes ervoor hebben. En die zet je op deze mooie pas, jouw schoolpas. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat is de grote vraag. Please understand. Is het heel simpel. Je stopt je pasje er tegenaan. Je houdt je pasje er tegenaan. Dan kan je kiezen welk bedrag wil je erop. Nou, ik zou je aanraden een eurotje of 10. Dat heb ik zelf altijd. Dus dat klik je aan. En dan vraagt hij om je pinkaart. Dan staat er 10 euro op. Dan heb ik 15,60 euro op mijn pas staan. En dan is het allemaal geregeld.